als ik een tekst schrijf, heb ik in mijn hoofd hoe de intonatie moet, wat waar de nadruk moet komen te liggen, wat ik belangrijk vind in de tekst. Toen dacht ik van, dat gaat de opdrachtgever nooit begrijpen wat ik hier nou precies mee bedoel. Dus dan heb ik het heel lullig in mijn telefoontje, heb ik het ingesproken, zoals ik het bedoelde. Heel snel kreeg ik antwoord en dat was, de tekst was goed en de stem was goed. En toen zei ik, dat kan niet, want de stem was ik. En toen zei ze, ja, dat weet ik, maar ik wil toch dat jij het doet. En sindsdien ben ik de stem van die organisatie. Hi, ik ben Gonneke van de Kieboom. Ik woon en werk op Curaçao. Ik werk als ZZP'er. Ik ben merkstrateeg en communicatiedeskundig. En dat doe ik voor bedrijven op Curaçao, maar ook op afstand voor bedrijven in Nederland. Ja, je kunt je misschien voorstellen, aan die kant van de wereld zijn er niet zo heel veel Nederlandse stemmen. Dus word ik best wel veel gevraagd. En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je, volgens mij moet ik het maar een keer gaan leren. Maar toen heb ik contact opgenomen met Barnier en toen zei ik, ik kan onmogelijk een half jaar naar Nederland komen. En toen wilde ik het toch heel erg graag. En toen heb ik het zo weten te regelen, kennelijk the universe was with me, dat ik een hele mooie opdracht heb gekregen in Nederland. Dus toen kon ik het doen. Dus toen heb ik me aangemeld. En zodoende zit ik hier nu te stem acteren. Voor mij is het tweeledig, dus dat bij mezelf te leren. Maar tweeledig, omdat als tekstschrijver snap ik nu veel beter hoe ik dat kan motiveren bij een stem. Wat ik kan doen in hoe ik de tekst schrijf om die stem gewoon echt een beetje op gang te krijgen. In plaats van heel droog informatief te zijn. De vervolgworkshop is, doordat het over een langere periode plaatsvindt, heb je best wel veel tijd om te oefenen. Want dat betekent dat je ook daadwerkelijk jezelf dwingt om er niet snel tevreden mee te zijn met wat je doet. Dus echt heel erg specifiek gaan opletten van wat doe ik nou, hoe doe ik het, hoe kan ik het anders doen, welk stukje zou ik anders hebben gedaan, wat leer ik daarvan, hoe beluister ik dat nou precies. Hoe moet ik zo'n briefing die er is, hoe moet ik dat nou interpreteren, of hoe kan ik het interpreteren? Dat uitproberen vind ik heel erg leuk. De tip die ik graag wil meegeven aan mensen die erover nadenken om te gaan stemacteren, ga het gewoon doen. Ga gewoon uitproberen waar je komt. Want al is het niet dat je straks een glansrijke carrière hebt als stemacteur, het levert onwijs veel op aan zelfkennis.